President Chandrika Prasad Asantoki is deze week in Nederland voor een werkbezoek. Maar zal ook aan het eind van zijn bezoek een lezing houden, de Anton de Kom-lezing. Ik heb contact met de voorzitter van de Anton de Kom-stichting in Nederland en dat is de heer Karel Harnack. Goedemiddag, meneer Harnack. En welkom erbij. Goedemiddag. Dank u wel. Allereerst, kunt u wat meer vertellen over de Anton de Kom-stichting in Nederland? Jazeker. De Anton de Kom-stichting is in 1985 opgericht door de familie de Kom, de kinderen van Anton de Kom. En de doelstelling van de stichting was en is eigenlijk nog steeds het gedachtegoed van Anton de Kom verspreiden en grotere bekendheid geven aan zijn werk. Vorig jaar is het stichtingsbestuur uitgebreid en hebben we ook een aantal bestuursleden van buiten de familie. Maar nog steeds zetten we ons in voor het verder verspreiden van de kennis van de werken van Anton de Kom. En natuurlijk ook proberen we in de geest van de Kom een bijdrage te leveren aan de kennis over koloniale geschiedenis in Nederland. En u zegt de stichting is in 1985 opgericht. Dat de verworvenheden tot nu toe zijn van de stichting? Toen de stichting in 1985 werd opgericht, was dat vooral een familiestichting. Anton de Kom is nu een grote publieke figuur geworden in Suriname, maar ook in Nederland en zelfs daarbuiten. En de familie, de kinderen van de Kom, wilden vooral waken over het erfgoed van de Kom. En wat er de afgelopen 2 jaar is gebeurd rondom de Kom, is natuurlijk enorm. Het feit dat het boek opnieuw is uitgegeven, Wij Slaven van Suriname, dat Anton de Kom is opgenomen in de kanon. En zo zijn er nog veel meer dingen gebeurd rondom de Kom. Maar de familie heeft vanaf 1985 in ieder geval geprobeerd om te voorkomen dat mensen op een oneigenlijke manier met het werk van de Kom aan de haal gingen. En heeft eigenlijk geprobeerd op kleine schaal meer bekendheid te geven aan het werk van de Kom. Maar sinds, wat ik al zei, sinds hij in de kanon is opgenomen van de Nederlandse geschiedenis, is alles rondom de Kom is opeens hot nieuws. Ja, dat zal. Toen Anton de Kom werd opgenomen in de kanon, was een veelgestelde vraag: wie is Anton de Kom? Denkt u dat Nederland vooral nu op weg is naar een goede kennismaking met Anton de Kom? Dankzij de kanon dan? Ik zal u eerlijk zeggen dat ik nog steeds mensen tegenkom die niet weten wie Anton de Kom is, maar het worden er wel steeds minder sinds hij in de kanon is opgenomen, sinds zijn boek is opnieuw is gedrukt, zijn er eigenlijk bijna geen mensen meer die niet weten wie Anton de Kom is. Maar wat we natuurlijk graag willen is dat zijn boek gelezen wordt en dat mensen ook gaan zien de bijdrage die de Kom heeft geleverd aan de geschiedschrijving. En dan met name de koloniale geschiedenis van Nederland. Ja, en dan om te komen op de lezing die zal worden gehouden. Wat kunt u daarover vertellen? Hoe is dat initiatief ontstaan om de Anton de Kom-lezing te organiseren? De Anton de Kom-lezing is een initiatief van het Verzetsmuseum in Amsterdam en Dagblad de Trouw. Dagblad Trouw. En Anton de Kom is voor de mensen in Suriname, voor de Surinamers in Nederland natuurlijk vooral iemand die een grote bijdrage heeft geleverd aan een anti-koloniale blik op de geschiedenis van Suriname.
In Nederland is de kom natuurlijk ook, en dat komt er gewoon bij, bekend als verzetstrijder, als iemand die een bijdrage heeft geleverd aan het verzet in de Tweede Wereldoorlog. En vandaar ook dat het Verzetsmuseum deze lezing organiseert. En heeft u al een idee wat de insteek zal zijn van president Santokki, of is dat allemaal nog een verrassing? Ik ben zeer benieuwd, moet ik u zeggen. Ik heb geen kennis van de inhoud van zijn lezing. Maar ja, we kijken met veel spanning uit naar wat hij ons vertellen gaat aanstaande vrijdag. Dat er het resultaat daarvan zal zijn na zijn lezing. Want een blad als Trouw die organiseert dat, wil dat zeggen dat de informatie daarover ook in het blad gepubliceerd zal worden? Ik ben ervan overtuigd dat er na de lezing heel veel discussie zal zijn. En dat kranten, niet alleen Trouw, maar ook andere media zullen berichten over hetgeen de president gezegd heeft. En ook wij zullen natuurlijk op onze website antonkomstichting.nl daar mededelingen over doen. En dan kregen we in het weekend het bericht te horen dat er communisten in Nederland zijn die niet graag willen dat het staatshoofd de lezing houdt. Wat is uw mening daarover? Ja, Nederland is een vrij land. Suriname is een vrij land. Iedereen is vrij om te vinden wat hij vindt en te denken wat hij denkt. En wij juichen het als stichting toe dat de president van Suriname iets gaat zeggen tijdens deze lezing over Anton de Kom. En daarmee onderstreept hij voor ons gevoel de belangrijke positie die Kom inneemt, niet alleen voor de Surinaamse geschiedenis, maar ook in de relatie met Nederland. En ja, als mensen vinden dat hij niet moet spreken, ja, dat mogen ze vinden. Maar ik zou niet weten waarom wij de president van Suriname niet de gelegenheid zouden geven deze lezing te houden. Oké, en dan toch nog even het volgende. Wat zijn de overige plannen van de stichting als het gaat om het nalatenschap van Anton de Kom? Nou, we zijn dus sinds vorig jaar met vernieuwd bestuur bezig alle plannen handen en voeten te geven. Wat ik u al zei, in samenwerking met de uitgever Atlas Contact is er een nieuwe editie verschenen. Met nieuwe voorwoorden. In februari afgelopen jaar hebben we een nieuwe Duitse editie gezien. Die is gepubliceerd in Berlijn. En we verwachten voor eind dit jaar en mogelijk begin volgend jaar een Engelse editie van Wij Slaven van Suriname. En dat zou betekenen dat we naast de Nederlandse, een Duitse, een Spaanse editie, ook een Engelse editie hebben, waardoor het gebied dat Wij Slaven van Suriname bestrijken zal nog groter zal worden. Want er is ook vanuit Amerika heel veel belangstelling voor de rol van de Kom als anticoloniaal auteur en als verzetstrijder. Ja, en dan moet ik toch vragen, heeft de Anton de Kom Stichting in Nederland bemoeienis met het huis in Paramaribo? Het huis in Paramaribo is een kwestie van de stichting in Suriname, de familieleden, de Kom in Suriname. Zoals u weet is er nog een zoon, kleinzoon, andere familieleden die zich bezighouden met het huis. De stichting in Nederland houdt zich daar niet mee bezig en het is ook niet een zaak waar we iets over te zeggen hebben, maar we volgen natuurlijk de ontwikkelingen op de voet. Wat is datgene wat u graag gerealiseerd wil zien als het gaat om Anton de Kom? Nou, een van de dingen waar we nu mee bezig zijn is het aanpassen van de statuten van onze stichting.
Het herformuleren van de doelstellingen. En wij willen natuurlijk het liefst dat alle kinderen op school leren over Anton de Kom. En iedereen ook zijn boek leest. En dat geldt niet alleen voor Nederland, maar geldt ook daarbuiten natuurlijk. En het is vooral belangrijk dat we ook als stichting echt een bijdrage gaan leveren aan, onderwijsprojecten. Aan projecten waarbij het gedachtegoed van Anton de Kom blijvend onder de aandacht wordt gebracht. Een van de dingen die natuurlijk ook tot stand is gekomen in samenwerking met de uitgever is een luisterboek Wij Slaven van Suriname. We zijn bezig andere publicaties van de Kom naar buiten te brengen samen met de uitgever. Er zijn tal van tentoonstellingen waarin Anton de Kom een belangrijke rol gaat spelen. En ik kan u eigenlijk zeggen dat wij vrijwel iedere dag verzoeken krijgen van het publiek, van theatermakers, van documentairemakers die iets willen met Anton de Kom. En we proberen dat allemaal zo goed mogelijk in banen te leiden. Dat klinkt alleen maar mooi, inderdaad. Meneer Harnack, mag ik u bedanken voor dit moment en u vooral veel succes toewensen tijdens de lezing. Hartelijk dank, mevrouw Leijflam. Veel succes ook. Dank u wel. Dat was het gesprek dat wij hadden met de voorzitter van de Anton de Kom Stichting in Nederland, de heer Karel Harnack. En hij ging niet alleen in op de verwachtingen voor wat betreft de lezing die president Santokki zal doen, maar ook over de overige plannen van de stichting.